zo, hey, hallo jongens. Zoals je ziet op mijn tweede scherm, de Razer Barracuda X. Ik weet niet hoe goed je ziet trouwens, maar ik heb hem ook in mijn handen. Wauw, Sander, een review en je hebt hem in je handen. Ja, dat is verrassend, hè? Maar inderdaad, ik heb hem hier in mijn handen, de Razer Barracuda X. De nieuwe gaming headset van Razer. En ik was echt enorm benieuwd hoe deze ging presteren, omdat dit toch wel weer een beetje een andere headset is dan ze normaal uitbrengen. Ten eerste omdat het niet heel bulky is. Het is best wel qua formaat prima. Je kan hier gewoon mee over straat lopen zonder voor lul te staan eigenlijk. Zo een beetje. Want als je de Kraken headset zet, die zijn altijd zo gigantisch groot. En deze zijn gewoon lekker compact en ik hou ervan. En ten tweede, wat trouwens Razer ook nooit doet op een gaming headset. Eigenlijk, sorry, wat ze altijd doen op een gaming headset is RGB verlichting. En deze heeft dat niet. What? Razer die niet RGB verlichting op een headset doet is wel een beetje vreemd. Ik zou bijna het weer willen. Nee, ik hoef het niet. Ik vind het altijd zo'n onzin om op gaming headsets verlichting te doen. Ten eerste kost het gewoon veel meer. En ten tweede, je batterijduur gaat natuurlijk omlaag daardoor. En ten derde, je ziet het toch niet. Ja, oké, je ziet het als je hem hier zo mooi op een stand hebt zitten. Dan ga je natuurlijk de verlichting zien. Maar als je hem op je hoofd draagt, wat je voornamelijk doet, en als je kuurt eruit hebt staan, dan zie je die verlichting toch niet. Dan zie je toch niks ervan. Dus ik vind sowieso verlichting onzin. En ik ben blij dat Razer, deze met de Barracuda X, dat niet gedaan heeft. Als eerste gaan we even naar de comfort. De earpads op deze headset zijn gewoon super comfortabel. Het zijn stoffen earpads, wat ik dus echt op van hou. Want leren earpads, dat dan begin je oren en hoofd een beetje begin alles te zweten en te broeien. En dit is lekker luchtig. Oftewel, voor lange gaming sessies is dit gewoon super fijn. En ook kan een headset nog naar buiten kantelen. Alleen vind ik het wel een beetje een vreemde keuze. Want een klein beetje, zoals je ziet, kan hij een klein beetje draaien. Maar niet genoeg om plat op je borst te leggen. En als je hem plat op je borst gaat leggen, dan moet je hem helaas gewoon even andersom met keer. Het is een beetje extra gedoe. Ik vind het ook een beetje een aparte keuze van Razer. Maar weet je, it is what it is. Voor de rest is de gaming headset echt super licht. 250 gram, wat fantastisch is. Het voelt kwalitatief aan. Voor een gaming headset van Razer, die kan je gewoon buigen en doen. Zonder problemen dat er iets gaat breken. Het is gewoon super goed in elkaar gezet. Ook heb je een metalen band erin, wat ik best wel een must vind van een gaming headset van 100 euro. Want dat maakt het gewoon wel structureel gewoon wat steviger en wat beter. I love it. Goeie keuze, Razer. Geen plastic meuk alleen. Top. De earpads zijn gewoon lekker dik genoeg en comfortabel op je oor. Natuurlijk, omdat de headset ook al wat licht is, heb je dat ook al niet zo heel erg door. Op je hoofd klemt die ook gewoon lekker. Niet te hard op je hoofd klemt, maar je kan ook nog wel een beetje schudden als je dat zou willen. Wel een ding wat ik gemerkt heb met bril. Hij is comfortabel te dragen met een bril. Maar één ding wat ik wel merkte is dat hij wel een beetje squeaky is op je bril. Dus als je een beetje beweegt, gooi je wel eroverheen. Is wel wat irritant. Maar uiteindelijk, als je gamet, hoeveel beweeg je ook met je hoofd en op zich, let je daarna een tijdje ook al niet eens meer op. Ook heb je een aantal knopjes en dingetjes op de headset zelf. En dat is namelijk een dempknop. En als je hem aan hebt staan, is hij dus naar buiten getrokken. En dan zie je een groen lijntje aan de onderzijde. Ik weet niet of je het zo hier een beetje op kan zien. Zie je daar een groen lijntje aan de onderkant. Maar als hij erin zit, dan is hij natuurlijk gedempt en dan weet je dat dus ook. Eén ding wat ik wel graag wil zien met de dempknop is dat je natuurlijk een geluidsnotificatie krijgt van oh, het is gedempt of niet gedempt. Want dan weet je ook wel meteen van hoe die goed zit. Want soms had ik dan wel eens even te klooien, even aan de druk van hoe zat dat nou ook weer precies. Maar dat is wel even een fijne bonus wezen. Voor de rest heb je een volumewiel, wat ik echt super fijn vind. Want ik heb al net weer verkeerd mijn geluid ingesteld. Dan kan je gewoon even simpelweg aan het ratje draaien en voilà, zijn we klaar. En je hebt een aan- en uitknop en een 3,5 mm ingang. En je hebt een USB-C oplaadpoort en je hebt een ingang voor je microfoon. Want het is een headset, niet alleen een koptelefoon. Je hebt ook een microfoontje erbij die je dus in en uit kan pluggen. Wat heel fijn is. Want ik vind het ook wel eens heel leuk om zo'n koptelefoon te dragen. Nou, onderweg, weet ik veel wat, in de bus of wat dan ook.
En dan heb je niet natuurlijk altijd een microfoon nodig. Dus die kun je gewoon mooi lekker uitpluggen. Fijn, thanks. Awesome. Oh ja, en trouwens, je krijgt er ook nog allemaal leuke accessoiretjes bij om natuurlijk gebruik te maken van deze koptelefoon. Dus ten eerste heb je de wireless receiver. Dus dit is het apparaatje waar je dus ontvangst mee krijgt van de koptelefoon. En dit is ook de enige manier om verbinding te krijgen met de koptelefoon, want hij heeft geen Bluetooth. Hou dat wel even in de gaten als je deze koopt. Voor de rest krijg je nog 3,5 mm kabel erbij, om natuurlijk geluid op af te spelen, en heb je een USB-C oplaadkabel. En deze kabel is puur alleen voor opladen. Ik dacht van, oh, wat nou als ik hem kan opladen en kan gebruiken tegelijk? Dat is wel handig wezen. Kan dus niet. Dan moet je echt de 3,5 mm ingang of de wireless receiver ingeplugd hebben, weer gebruik mee van maken van je koptelefoon. Dus alleen een oplaadkabel kun je dus ook niet mee afspelen. En ook heb je nog een USB-A naar een vrouwelijke USB-C-poort om je wireless ontvanger te kunnen inpluggen. Want als je een wireless ontvanger direct in je laptop of desktop inplugt, kan het zo wezen dat jouw poortjes belemmerd worden hierdoor. En hoe is de microfoon kwaliteit? Want natuurlijk, dat is ook belangrijk. En je luistert er nu naar. Om heel eerlijk te zijn, vind ik de microfoon kwaliteit, het is, ja, plausibel. Ik vind het niet heel denderende kwaliteit. En af en toe hoor je ook wel dat het een beetje wat hoog krakerig is. Als ik een beetje luid ga praten bijvoorbeeld. Het klinkt niet heel soepel. Maar het is op zich prima om mee te doen. Toen ik mijn vrienden hoorde in Discord, zeiden ze wel van, ja, we zijn niet heel fan van. Maar ja, die zijn natuurlijk ook mijn studiomicrofoon gewend. Maar ja, dit is dus een beetje de kwaliteit ervan. Ook zal ik even testen. Want ik heb hier mijn toetsenbord zitten natuurlijk. Hoe erg geluid oppikt van de achtergrond. En dan mogen jullie zelf bepalen of dat veel is of niet. En ik heb hier een MX Brown keyboard zitten. Dus dat is dus de switches. En laten we nou even wat gaan typen. Ik pak even een notepadje voordat ik opeens allerlei dingen ga verklooien. Dus laten we eens even gaan tikken. Hallo, ik ben Sander de Kiwiet. En dit is mijn opname met mijn toetsenbord op de achtergrond. Hoe goed hoor je dit eigenlijk als ik aan het typen ben? En hopelijk is het niet heel erg, maar wie weet. En natuurlijk, je bent lekker aan het jammen, je bent lekker aan het gamen. Hoe klinkt deze koptelefoon nou? Nou, om heel eerlijk te zijn, ben ik best wel tevreden over deze koptelefoon. Normaal ben ik altijd gewend van Razer, van oké, ze benadrukken de low-end altijd enorm. Je moet verwachten dat ze zoveel mogelijk bas in die koptelefoon proberen te tikken. En het nadeel is, als je dat doet, is dat de mids en de highs niet zo helder en detailvol klinken. Bij deze koptelefoon heb ik gemerkt dat ze voornamelijk de mids proberen te benadrukken en ook natuurlijk wel een beetje low-end. De high-end is natuurlijk niet zo helder als ik gewild had, maar het klinkt algemeen gewoon wel veel beter dan de meeste gaming headsets die ik gebruikt heb van Razer. Als jij bijvoorbeeld muziek luistert, ik zal even een muziekje opdoen met een lekkere bas. Ja. De bas klinkt ook op zich ook best wel aardig hierin. Dus het is best wel een leuke koptelefoon om te gebruiken als je een beetje muziek wil luisteren en wat bas wil hebben. En ook niet te muddy geluid wil hebben. Dus algemeen ben ik voor dit budget absoluut tevreden met deze koptelefoon. En dan vraag je natuurlijk af, heeft hij ook noise cancelling? Deze koptelefoon heeft geen noise cancelling. De earpads zijn ook van stof gemaakt, wat dus betekent dat je best wel goed geluid om je heen hoort. Natuurlijk niet zo luid als een open koptelefoon, dat is natuurlijk wel een closed koptelefoon. Maar je merkt toch wel door die stoffen earpads dat je best wel veel van de omgeving kan horen. Bijvoorbeeld als mijn vader hier tv zit te kijken en ik heb deze koptelefoon op, dan hoor ik het heel duidelijk. Ook ben ik met deze koptelefoon onderweg geweest in de bus of in de trein en ik hoorde in beide gevallen best wel alles duidelijk. Dus niet echt je meest geweldige koptelefoon natuurlijk om te focussen op je geluid. Maar natuurlijk, omdat je alleen maar een 2,4 GHz ontvanger hebt, is het ook meer een beetje bedoeld voor thuisgebruik. En in dat geval, als je een beetje een rustige omgeving hebt, is dit gewoon dikke prima. Dus, de Razer Barracuda. Is het een aanrader of is het niet een aanrader? En ik kan zeggen, ja, het is een aanrader. En daarop beoordeel ik de Razer Barracuda X een 4 van de 5 sterren.
want het heeft toch wel wat verbeterpunten die ik graag even nog wil uitleggen. Ten eerste de ontvanger. Ik had liever een langwerpige ontvanger willen hebben dan een brede, want op dit moment, ja, is het nog wel een beetje irritant als je met je computer wilt doen. Voor natuurlijk de Switch is dit formaat handig, maar voor PC-gebruik niet. Ook had ik graag willen hebben dat de koptelefoon Bluetooth had. Nu moet je elke keer zo'n dongle in je mobiel stoppen of een 3,5 mm kabel om gebruik van te maken. En dat is gewoon irritant. Dus ik had graag gewild dat het draadloos op Bluetooth ook had kunnen draaien. Maar voor de rest zijn dat ook eigenlijk wel mijn enigste opmerkingen. De kwaliteit is fantastisch van de koptelefoon qua bouwkwaliteit sowieso. Alhoewel ik dat wel even dat hij naar binnen ging draaien in plaats van naar buiten toe. Comfort is ook fantastisch. En ik denk ook echt waar dat je niet verkeerd kan gaan met deze koptelefoon voor 100 euro. En daar heb je het ook wel mee te doen. Dus super dank voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk voor meer. En tot de volgende keer.